De groeten met je boete. Onder dat motto hebben studenten vandaag massaal geprotesteerd tegen de zogenoemde langstudeerboete die de regering wil invoeren. Het kabinet wil dat studenten 3000 euro extra collegegeld per jaar gaan betalen wanneer ze langer dan een jaar extra over hun studie doen. Het is gewoon teleurstelling, want ik heb toch wel, toen ik opgroeide, een soort van vertrouwen gehad, ook in de Nederlandse regering. En of dat, nu voelt het een beetje misplaatst als het ware, en dan voel je toch wel, genaaid. Wil je een bord? En zo voelen zich er meer hier in Nijmegen vanochtend. Al vroeg verzamelen de studenten zich. Met de bus gaan ze naar Den Haag, waar het de groeten met je boete protest wordt gehouden. Ze vinden dat de langstudeerboete niet mag worden heringevoerd en ze zijn tegen verlaging van de basisbeurs. Op dit moment werken Nederlandse studenten in heel Europa al het meeste naast hun studie, namelijk 15 uur per week. Je gaat dan ook nog eens zeggen, je krijgt en minder basisbeurs en je onderwijskwaliteit gaat achteruit en je moet het binnen 3 jaar doen, anders krijg je een boete. Ik denk niet dat dat helemaal eerlijk is. Universiteiten en hogescholen ondersteunen de actie van vandaag. Ze zijn bang dat meer studenten door de langstudeerboete hun opleiding niet afmaken als de maatregel doorgaat of dat studenten überhaupt niet aan een opleiding beginnen. Bang voor hoge schulden. Ik weet dat het nu gaat meetellen aan de hypotheek. Bijvoorbeeld, de banken hebben toegang tot Duo. De rentepercentages die alleen maar stijgen, de koopkracht en alles. En dan kijk je gewoon naar je toekomst en dan denk je, pittig. 10 jaar geleden was het ook al veranderd. Toen hebben we het gewoon van tafel gekregen. De regering, het is de taak om te luisteren naar wat protesten doen. Dus ik heb er zeker hoop op.